Goedemorgen Angelique, jij bent docent bij Rijnijssel en je bent lid van een designteam visualisatie van beroepstaken bij Rijnijssel. En jij bent ook nog onderdeel van het practoraat daar. En jullie hebben in jullie designteam onderzoek gedaan hoe leerlingen een beter beeld krijgen van hun beroepspraktijk met behulp van film. Kun je eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat om te werken in zo'n designteam? Ja, ik wil eigenlijk beginnen bij de aanleiding. Dat onze studenten die aan het begin van de module, dan maken ze hun elektronische leeromgeving open. En dan krijgen ze een stortvloed aan woorden over zich heen gedropt. Vervolgens wordt dan van ze verwacht dat ze zelf de regie nemen en hun leerroute uitstippelen. Ja, wat volgens mij onmogelijk is als jij verdrinkt in woorden. Ja. Dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor dit designteam. Dat we dachten, we willen dat de studenten regie nemen, maar hoe kunnen ze de regie nemen als ze geen idee hebben waartoe of waarheen? Precies. Dus dat was de aanleiding. En ik vond dat ook een prachtige aanleiding. Want die is actueel en urgent en nou ja, alles. Dus dat vond ik een hele, nou, was een mooie aanleiding. En jouw vraag was nu, hoe was dat om in zo'n design? Wat doen jullie in zo'n designteam? Kun je eens beschrijven voor iemand die niet weet wat een designteam is, van hoe jullie dat dan hebben aangepakt? Want je hebt een vraag en dan? Ja, nou inderdaad, vanuit design thinking gaat dat heel erg vanuit een complexe probleemstelling. Nou, die was al heel snel heel duidelijk wat onze probleemstelling was. En wat ik heel interessant vond, is dat wij normaliter geneigd zijn om iets te concluderen, namelijk er is onduidelijkheid en dat wij bedenken hoe iets wel duidelijk is en dat gewoon dus zo gaan doen en met z'n allen en punt. Ja. Het was nu voor het eerst dat we inderdaad heel zorgvuldig die empathiesfase zijn ingegaan en constant hebben gekeken, oké, maar is dit wat studenten bedoelen? Oh nee, dat is niet wat ze bedoelen. Oké, is dit misschien wat ze bedoelen? En ik denk dat wij namelijk heel erg geneigd zijn om zelf al een idee te hebben en daar allerlei argumenten voor te bedenken. Ja, dat je de oplossing eigenlijk al weet en dan denkt van, nou, we weten de oplossing, dan gaan we dat maken en dan komt het goed. En in dat designteam pak je eigenlijk steeds een soort ontwikkelcirkel om er weer even boven te gaan hangen. Jullie hebben daar ook begeleiding bij van onderzoekers? Ja. Uit het Experium? Klopt. En een procesbegeleider. En dan word je eigenlijk volgens mij steeds meegenomen om weer even afstand te nemen van de mooie oplossing die je al hebt verzonnen. En te kijken van, maar is dit wat die student dan ook wil? Precies. Ja, jij beschrijft het heel helder. Maar dat is inderdaad wat er gebeurde. En er zat dus, ik zat er zelf bij, maar ook onze teamleider en een collega die heel veel weet over ons onderwijs en ook daar eindverantwoordelijk voor is. En het hielp inderdaad heel erg om constant weer terug te gaan naar de bron. Wat heeft onze student nodig? En is datgene wat wij bedacht hebben, is dat wat onze student prettig vindt? Dus we zijn met VR, hebben we VR-opnames gemaakt om te kijken of dat behulpzaam zou zijn. En we hebben gekeken naar striptekeningen. En we hebben van alles en nog wat bedacht en constant weer teruggekoppeld naar die student. Is dit wat jullie helderheid zou verschaffen? Nee? Oké, we moeten weer terug. Ja. Dus dat hele proces is ontzettend waardevol geweest. Om inderdaad zo zorgvuldig te kijken, wat is nou precies datgene dat onze studenten helpt. En wat heeft jullie team opgeleverd? Want een design team levert aan het eind ook altijd een eindrapport op, maar liefst ook een product. Waren producten die jullie hebben opgeleverd als team? We hebben als product een filmpje opgenomen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Waarin een aantal bewoners aanwezig zijn. En daarin worden alle werkprocessen die bij die beroepstaak horen. Dus om het iets concreter te maken. Er waren een aantal bewoners en die kregen een lunch. En daarvoor moesten onze studenten in de koelkast vleeswaren pakken. En een paar van die vleeswaren over de datum. En die moesten weggegooid worden. En dat was allemaal gekoppeld aan, gaat om met voorraadbeheer. Dus,
werk duurzaam. Hè? Dus we hebben een filmpje gemaakt waarin een veelheid aan werkprocessen heel concreet verbeeld en gevisualiseerd werden. En dat filmpje, dat was zeg maar dat was het uiteindelijke product wat we ook aan collega's en aan studenten hebben laten zien. Ja, mooi. En ik neem aan dat je studenten daar ook heel erg in betrekt steeds. Als je iets maakt van oké, we hebben iets bedacht, werkt dat dan ook? Is dat zo? Heb je dat steeds met studenten dan getest wat jullie maakten? Nou, we hebben eigenlijk in de hele aanloop, totdat we zeg maar op het idee kwamen om dat filmpje te gaan gebruiken, hebben we constant weer die terugkoppeling gehad naar de studenten. Wij zijn februari van dit jaar gestopt. Februari van dit jaar zijn we gestopt. En toen moesten we in één keer eigenlijk op het laatst, moesten we echt nog wel wat tempo maken om dat filmpje te maken. En toen moesten we ook nog een goede locatie vinden. Ja. Dus ik moet zeggen dat we in de eindfase waarin we uiteindelijk dat filmpje, dat script hebben geschreven en het filmpje hebben opgenomen, hebben we minder feedback gehad van studenten. En hebben we vooral getracht om alle werkprocessen en beroepstaken om dat in zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk te geven. En is, ik neem het een beetje te snel dat het nu al gebruikt is, maar gaan jullie het dan in september bijvoorbeeld inzetten weer bij hetzelfde vak, dat je die video's dan gebruikt om studenten een beeld te geven van die beroepstaken? Dat was wel de bedoeling. Maar we hebben onze collega's, laten we vrij of ze dat willen gebruiken of niet. En wat een beetje, wat het een beetje lastig maakt, is we hebben onze collega's heel nauw betrokken bij het aangeven wat zij het perfecte filmpje vonden. Onze studenten en onze docenten. Ja. We hebben een prachtig filmpje gevonden. En een paar weken later kwamen wij aan met een filmpje wat misschien niet eens in de buurt kwam. Ja, maar het is lastig ook, hè? Kijk, als er een filmpje is wat door een productiebedrijf wordt gemaakt met een camera van een ton op je nek en wij komen aan met een telefoon, ja, dat mag je dan net niet vergelijken. Maar dat is een lastige concurrent, maar dat is wel de lat waar nu jullie filmpje langs gelegd werd. Ja. Nou, precies, precies. En het lastige is, we hebben hun dat ook voorgehouden, dus ik snap ook hun reactie. We hebben nu afgesproken dat ik er toch, dat ik er een leuk muziekje onder monteer. En dat ik er ook wat tekst naast plaats. Zodat ze ook zien welke werkprocessen er voorbij komen. Dat maakt het toch wat tastbaarder. Want nu heb je dus een filmpje waarin zoveel op ze afkomt. Waarbij ze misschien soms nog niet het overzicht hebben wat precies. Waarbij ze inderdaad nog niet helemaal dat overzicht hebben. Ze hebben nu een landkaart, zien ze. Maar dan hebben ze eigenlijk nog weer tekst nodig om te snappen, maar waar gaat het precies over? Ja, oké. Dus er zit nog een vervolgtraject aan van hoe kun je dat nou weer perfectioneren? En welke kwaliteitseisen zitten er dan aan met de middelen die je hebt? Klopt. En wat misschien nog wel belangrijker is, is zo'n prachtig filmpje is fantastisch als een soort van landkaart. Maar je hebt niks aan een landkaart als je niet kan kijken. Als je misschien een bril nodig hebt. Of als je misschien niet kan lezen. Dus wij merken ook wel dat zo'n filmpje is prachtig. Maar dan moet die ook op de juiste manier ingebed worden in het onderwijs. Precies. Ja. Ja. Moet je er ook voor zorgen. Vanuit iedere oplossing komt weer een vraag. Precies. Ja. Precies. Dus we zijn er nog niet. Maar het heeft ons wel heel erg geholpen om toch op een andere manier naar dat onderwijs te kijken. En precies. Hoe je van heel tekstig, maar kijken van hoe kunnen beeldende elementen daar dan een verrijking in zijn. En dan kan ik me voorstellen, jullie in februari sloot je enthousiast het designteam af. En in maart was je ineens alleen maar online onderwijs aan het geven. Ja. En ook daar geldt natuurlijk dat de ene leerling daar veel makkelijker mee omgaat dan de ander. Ja, absoluut waar. Ja, klopt. En je ziet dan inderdaad nog weer dat als je het weer hebt over die regie nemen, hè, dat is waar we vanuit vertrokken, dan merk je inderdaad dat het voor sommigen nog lastiger was om de regie te nemen. Want dan zit je in één keer achter een computer, of misschien heb je niet, hadden sommige studenten niet eens een computer. Dus de urgentie om wel met filmpjes te gaan werken, bijvoorbeeld, is inderdaad alleen maar toegenomen. Precies, want dan kun je toch weer kijken van oké, in plaats van heel veel tekst kan ik misschien die student die wat moeilijker zelf op gang komt een instructie geven in Teams.
gewoon, we praten met elkaar. Of ik neem een filmpje op van hoe start je? Of hoe moet je dit gaan doen, stapje voor stapje? Ja, nou, dat is wel interessant. Dat is een mooie uitdaging om te kijken van hoe kun je daar vervolg aan geven. Ja, nou, wij hebben al wel afspraken met elkaar gemaakt dat we daar echt weer ook gewoon een goed vervolg aan gaan geven. Want het is gewoon nodig. Ja, ja. Ja. Mooi. En heb je dan ook het idee dat je, want dat, hè, zo'n design team is een manier van werken, maar het is ook een facilitering die je krijgt als team, hè, met uren en mensen die je begeleiden. Is het dan wel iets dat die manier van werken zo is bevallen dat je denkt, ja, maar we gaan dat wel, ook die doorontwikkeling van dit soort beeldend materiaal inzetten in het onderwijs, op die manier aanpakken? Dus toch iedere keer weer kijken in zo'n design thinking cirkel van waar willen we naartoe? Is dat wel de vraag? Dat zou, als het wenselijk wel. Alleen ik merk wel dat ik inderdaad wel echt een andere. Ik ben wel veranderd samen met de collega's die in het design team hebben gezeten. Wij hebben wel echt geleerd om op een andere manier te gaan denken en ons onderwijs op een andere manier te benaderen. Dus dat zit wel in ons. Alleen. Ik ben van mening dat we onze collega's daar te weinig in hebben meegenomen. Oké, nou ja, maar dat is dan een mooie constatering. Dat je kunt kijken van, hoe kan ik dan in een volgende stap collega's ook meekrijgen? Ja. Weet je, en soms kan het ook zijn van, in het hele denkproces kom je tot een filmpje, dan het filmpje maken. Ja, dat kan je ook als een productieproces zien en dan zeggen, hier is een product, je kunt er eens kijken hoe het jou helpt in je onderwijs. Ja. Dat is natuurlijk altijd lastig om iedereen mee te nemen in het hele proces wat je hebt doorgemaakt. Ja, nou ja. Precies. Maar ik gun het ze wel. Want ik vind het wel heel mooi dat je inderdaad zo zorgvuldig die stappen doorloopt. En ook zo zorgvuldig kijkt, oké, dan heb je iets. Maar hoe bed je dat nou precies in? Dat zijn wel dingen die mij echt heel veel hebben opgeleverd. En die ik inderdaad wel mijn collega's ook wel toegun. Ja, precies. Mooi. Nou, heel erg mooi om te zien hoe jullie dat hebben gedaan. En ook tot een resultaat zijn gekomen. Ik ben heel benieuwd wat er nog meer voor beeldend materiaal gaat ontstaan bij jullie. En wat jullie allemaal gaan verkennen. Omdat wat toch ook bij jullie voorlopig nog wel online onderwijs gaat verrijken. Ja, zeker zo. Ik had wel met een collega er nog over. En die, we hadden wel allebei het idee dat nu hebben we een jaar lang zeg maar, met het designteam gewerkt. En was het vaak om de 1 keer in de 2 weken kwamen we samen. We hadden wel allebei zoiets dat we het misschien liever dan nog wel een half jaar hadden willen doen. En dan gewoon wekelijks. En dan intensiever. Nou, dat is een goeie om terug te geven naar degene die het proces begeleid hebben en de designteams begeleiden. Ja, dan kan ik wat voorstellen. Dan kan je ook wat tempo erin houden. Precies. Wat je nu krijgt is dat je inderdaad dan soms nog dan zoveel tijd nodig had om je weer eventjes te verdiepen in de materie. En te bedenken waar waren we ook alweer gebleven. Dat meer tijd kostte dan het ons uiteindelijk opleverde. Ja. Dus dat is inderdaad wel een tip die wij hadden. Ja. Ja, nou, die gaan we teruggeven aan de collega's. Leuk. Heel erg goed om te horen hoe jullie daar hebben gewerkt. En dankjewel voor jouw tijd. En ik wens je heel veel succes de komende periode met het online onderwijs op afstand. Dankjewel. Dat is goed. Ja. Hey, doei.